Het nieuws in 1 minuut. Oud-Enschedeer Juring moet zijn speciale gehandicaptenbus inleveren. Juring had de bus via de gemeente Enschede, waar hij tot januari woonde. Maar begin van dit jaar verhuisde hij naar Arnhem. De gemeente Arnhem gaat nu met de gemeente Enschede praten over een oplossing. Een 78-jarige automobiliste uit Balkbrug is door een ongeval in Staphorst om het leven gekomen. De vrouw uit Balkbrug verleende geen voorrang aan een naderende personenauto. De exacte oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De Kamer van Koophandel gaat jonge starters actief stimuleren om geen nieuw bedrijf te beginnen, maar een bestaande onderneming over te nemen. Dan kennen mensen het in ieder geval, dan heb je in ieder geval klandizie. De komende jaren zullen er dus veel bedrijven te koop worden aangeboden. En dat biedt nieuwe kansen voor ondernemers, zegt de Kamer van Koophandel. In het begin zul je inderdaad wat meer geld op tafel moeten leggen. Maar op termijn zal zich dat zeker uit gaan betalen.